het spel. Even kijken. World Go to Airport. Eindhoven. Loading terrain. Dat doen we eens. Dat is wel eens handig, ja. Dat is handig, ja. Ik ben zo geil als boter. Oké, ik ben in de Eindhoven. Zal ik, zal ik even een stukje naar voren gaan? Oh, sta je in mij? Ja. Ja, hij krijgt het voor elkaar. Een monument. Ik ga eventjes een klein stukje naar voren doen. Oh, hallo. Je rijdt dwars door me heen. Zo, je staat stil. Hoppatee, zo. Die zegt die. Even de rem erop. Chop. De lampen aan. Ja, die heb ik al aan. Wel? Jazeker. Mijn scherm niet. Heb je die knopjes zeg maar boven je hoofd, dit meest linkse? Leek. Ja, welke van de 1000? Even kijken, als je boven je kijkt heb je 4 knoppen die hetzelfde zijn, van die platte knopjes zijn daar. Er staat bij extent. 4 van 7 knopjes. Ja, ja. Staat tekst, staat horizontale tekst dat daar? Of ik bedoel verticaal? Oh, wacht even. Klik eens op iets. Ja, nou, laat maar zitten. Voor mij staan ze aan, dus. Ja, van binnen, maar ik bedoel. Ja, van buiten ook? Nee. Ja, bij mij wel. Bij jou staan ze ook gewoon aan, zie ik. Bij mij ook. Printscreen. Paint. Nou, geen update, dankjewel. Nou, nu staan ze uit en nu staan ze weer aan. Hey, monument. Even kijken, doe nog eens. Uit. Ja, nou staan ze aan. Nou staan ze uit. Bij mij staan ze, nou staan ze aan. Bij mij staan ze nu uit. Nou staan ze bij mij aan. En nu staan ze aan bij mij. Oké. Heb je anti-collision lights aanstaan? Wat zei je? Je anti-collision lights. Volgens mij niet. Anti-collision lights. Is de rode knipper licht onder je kist? Kijk even met je mee. Die zit. Weet je wel de lampjes wat licht? Ja, van de buiten met die 4 knopjes, ja. Ja, en dan rechts daarvan zie je de taxi staan. Rechts daarvan zie je taxi. Ja? Ja, daaronder dat knopje dat kun je naar beneden doen. Dat is taxilampen. Dus als je een taxi bent en opstijgen, krijg je een rode licht onder je vliegtuig. Oh, echt? Die staan bij mij nu aan, als het goed is. Kijken. Ja. Ja, bij mij staan ze aan. Nee, ik zie het niet, iemand zal wel. Nou, bij mij staan ze in ieder geval aan. Dus... Ja, dat is goed. Oké. En nu? Even kijken. Dan zie je op je display. Je weet waar de landing gear zit, hè? Dat is die dikke zwarte stok die uitsteekt in het midden. Oh ja. Ja, daarboven heb je nou 3 groene lampen. Dat betekent dat al je 3 de wielen, dus voor, rechts, achter en links achter, ja, dat die naar uit zijn. Klopt, ja. Straks, ja, die heb ik ontdekt. Straks in de lucht, als je hem omhoog doet, worden ze rood. Ja, klopt. Die heb ik ontdekt. En boven die groene lampjes zie je heading staan.
Ja. Als je daaraan draait, moet je eens goed kijken op de scherm met die paarse lijn. Dan zie je die stip, als je die heading, als je daaraan draait, zie je die stippeltlijn, zie je draaien. Oh ja. Ja, die moet je even op die andere paarse lijn zetten. Dus op die andere lijn? Ja, op die andere paarse lijn. Dus die paarse stippellijn op die paarse lijn. Ja, maar ik heb Amsterdam nog niet ingevuld. Oh, ja, dan moet je eerst even doen. Ja, dus dan moet ik even naar Flight zeker. Ja, Flight planner. Ja, en dan? Choose departure, dus je vertrek is Eindhoven. Bovenste moet Eindhoven. En bij 1 moet Eindhoven en bij 2 Schiphol. Daar moet Amsterdam staan dus. Ja. Amsterdam. Oké. Okay. Nu flight route zeker of niet, of wat? Hè? Ik kan niet op oké drukken. Ja, dat klopt. Heb je bij 1 heb je Eindhoven staan. Ja, bij 2 heb ik Amsterdam. Ja, en dan bij 3 VF8. Ja. En bij 4 direct GPS. Ja. En dan klik je op find route. Ja. En dan klik je op oké. Okay. Dan opslaan? Ja. Yes. Dan gaat hij even de trein weer even laden. Mm-hmm. Bij mij ook. Zoals het goed is, zie je nou ook een dikke paarse lijn. Ja, die zie ik, ja. Dan zet je die stippeltjeslijn op die lijn met heading. Ja, heb ik nou gedaan. Oké, daaronder zit een knopje, onder die draaiknop zit een zwarte knop. Als je dan klikt, dan wordt die groen. Oh ja, ja, dat heb ik. Ja. Dat is je directie. Als je daar op de automatische piloot aanzet, dan vliegt hij naar die heading die je net hebt ingevoerd. Automatische piloot, welke is dat? Dat is als je die knop die je net hebt ingedrukt, die groen is. Ja. Even kijken, 1, 2, de derde knop van rechts. Daar staat CMDA. Rechts, hè? Derde. Ja, die zie ik, ja. Ja, als je daar met je muis op gaat staan, dan staat er ook bij automatische piloot master switch. Als je die aanzet, ja, die staat dan op uit. Ja, die moet je uitlaten. Die kun je pas aanzetten als je echt in de lucht bent. Want als je die nou aanzet, dan stuurt die gelijk die kant op. Ja. Maar wat we van tevoren doen, is we stellen vast de automatische piloot in. En straks als we in de lucht zijn, dan klikken we op automatische piloot aan. Ja. En dan vliegt die in mijn gradehuis die kant op. Even kijken, wat moeten we nog meer? Altitude, dat is rechts van heading. Heb je nog zo'n draaiknop zitten? Altitude, ja. Altitude. Die, ja. Er staan allemaal nulletjes bij. Ja. Ja, dat is de hoogte. Dat is hoe hoog je gaat vliegen. Dus wij zetten hem niet te hoog. We zetten hem op, wat zullen we doen? Doe maar 2000 of zo. Of 2,5. 2500. Nou, bij mij... Oh ja. 2000? Ja, of 2500. Doe maar 2500. Ja, die heb ik. Oké, dan kun je eronder zit ook weer die knop. Kun je er ook op drukken, wordt die groen. Zet hij hem vast. Oh ja, ja. Staat er 1800, toch? Ja, ja, en daarnaast heb je 2500. Ja. Ja, 2500 is gewoon de hoogte. Dus we vliegen daar op 2500 voet. En automatisch doet dan de automatische piloot, die berekent de verticale snelheid. Dus dat doet hij automatisch, hoef je verder niks aan te doen. Dat is top. Oké. Dan heb je links van de heading staat er IAS mag. Die staat op 0. Ja, 130 is de snelheid om te gaan landen. IMAC is zeg maar de snelheid van de motoren. Dus hoe hoog moet ik die zetten? Zet die maar op 220. 220. Ja.
Ja, ik heb hem nou op 220 gezet. Maar die heading staat op 336 bij mij. Hè? Bij mij staat heading op 336. Dat klopt. Ja, dat is mij ook. Ja, nee, is goed. Oké. Je ziet daar ook een knopje met speed. Ja, zie ik, ja. Ja, die onder, die kun je nog niet aanklikken. Oké. En daarna heb je zo'n flip switch. Daar staat A/T arm. Ja. Als je die omhoog doet. Ja. En dan op speed klikt, niet doen, maar dan gaat die. Dan gaat hij die snelheid rijden die je daar hebt ingevoerd bij iMac. Oh ja, doe maar niet. Nee. Dus je kunt hem vast armen, maar je moet nog niet op speed klikken. Dat doen we dadelijk als we in de lucht zijn. Het enige wat we dadelijk hoeven te doen is op die autopiloot aanzetten bij CMDA. Ja. En op speed. Dat zijn de enige twee knoppen die we daar een keer moeten drukken. Oké, dus als het goed is kunnen we nu gewoon gaan opstijgen. Even kijken, ja. We zijn eigenlijk klaar om op te stijgen. Even kijken of de handrem eraf is. Die staat er nog op, nou is die eraf. Je moet even naar je flaps gaan. Die gaat ervoor zorgen dat je de lucht in kan. We zetten de flaps op 5. Mijn flaps staan op 5. En bij mij gaat hij op 13. Meteen. Ja, dan moet je een beetje spelen met dat ding, maar dat komt wel goed. Ik zet mijn kist even een klein stukje naar voren. Au. Hoeveel procent staat hij nou? Op 13, ja, blijf maar gewoon op 13. Dan niet vergeten dat je even opnieuw je lamp aan moet zetten, want je hebt net opnieuw de trein geladen. Nou, bij mij... Oh. Bij mij blijft hij op 13 hoor. Oh, wacht even. Ja, nou, ik laat hem wel lekker op 13 hoor. Oké. Vergeet niet je lamp opnieuw aan te zetten, want die zijn uitgegaan toen je opnieuw die... Die heb ik nou weer aan. Oké, top. Dan zijn we er eigenlijk klaar voor. Nou, ga jij als eerst? Eén zou nu nog over te doen is zeg maar die gashendel, hè, van 1 en 2 aan te zetten. Welke, sorry? Die gashendels die in het midden hebben zitten, daar, 1 en 2. Oh ja. Ja, die staan bij mij nog op mijn remmen. Ja, bij mij ook. Heb je parking brake eraf? Als het goed is wel. Even testen. Ja, ik heb hem er vanaf. Oké, dan ga maar. Ik geef die achter jou aan. Ja? Ja. Dadelijk gaan we, als zodra dat we de lucht in zijn, doen we het landinggestel terug binnen. En dan klikken we op CMDA. Ja. Ja, zou ik nu gaan opstijgen? Ja. Ja, kan. Zou je? Je wielen intrekken. Ja, dat doe ik nu. En CMDA aanklikken. Automatisch piloot. Ja, heb ik gedaan. We zullen zien dat hij automatisch stuurt naar links nu. Ja. Nou, dit is Nederland. Ik zie jou alleen niet. Oh ja, ik zit rechts van jou, links van jou. Oh ja, je bent al daar, jeetje. Oh, je bent daar, oh. Ik moet denk ik ietsjes meer omhoog. Of doe je dat zelf?
Oh, je moet ook de speed aanzetten nu, hè? Ja, inderdaad, ja. Wat voor domme welke was het ook alweer? Bij iMac, zeg maar schuin links. Speed, ja, ja, die heb ik nog aangezet, ja. Waarom gaat hij niet omhoog? Denk wel hij is nog steeds over speed. Ja, dat duurt even, hè. We moeten even de snelheid terugnemen. Ja. Vlieg je nou steeds verder van mij uit? Of lijkt dat nou? Volgens mij wel. Ah, je bent daar, ja. Je moet richting... Je weet dat driehoekje op dat blauwe scherm recht voor je neus, dat ben jij, hè? Dat driehoekje? Ja, dat witte driehoekje op je scherm. Zeg maar waar je ook de heading op instelt met die stippellijntjes. Oh ja. Ja, daar ben ik, ja. En je moet zeg maar richting die paarse lijn toe. Ja, dat doet hij nou ook. Je kunt het vliegtuig nou besturen met de automatische piloot. Dus als je heading, zeg maar, als je eraan draait, dan zul je zien dat het vliegtuig gaat sturen. Oh, echt? Ja. Als je de heading aanpast, dan zie je dat het vliegtuig gaat draaien. Zeg maar, dan stuur je de stippellijn. Ja, vlieg nou op de stippellijn. Ja. Als je dan zeg maar aan heading draait, dan zul je zien dat hij het ook gaat sturen. Okay. Zo vlieg je op de automatische piloot zonder dat jij iets hoeft te doen. Oh ja. Nou, lekker vliegen. Zal ik eens kijken of ik naar jou toe kan komen. Ja, ik ga de automatische piloot eraf halen. Tenminste. Alleen mijn neusje staat een beetje naar boven. En mijn dingetje staat... mijn achterkant die gaat omlaag, zo te zien. Ik ga neerstorten. Heb je wel genoeg speed? Zet de iMac maar hoger. Ik zie hem naar beneden gaan. Oh, je bent dat keihard aan neerstorten. Ja, ik ben leeg. What the fuck, man. Boot op. Ja, dat gaat een beetje lastig, hè? Ik kom een flyby doen. Break. Ja, en ik sta stil. Ik kom in voor een flyby. Ja, ik zie het. Neergestart. Pull up. Pull up, hou je smolman. Pull up. Flyby, niks pull up. Pull up. Kom ik aan. Sink rate. Nee, ik kan niet zinken, er is geen water. Nee, die sink rate, dat kan niet. Gear. Too low gear, komt ie aan. Too low komt gear. Komt ie aan. Hey, Steffi. Too low gear. Lekker man. Ja, ik sta wel mooi, hè. Geweldig. Ja, jongens, hey. Hey, ik zie een luchtveld, een vliegveld. Nou, ik rijd er wel heen. Zie je mij? Nee, ik rijd nou op de grond. Oké, ik ga daar landen, dan moet je gewoon op mijn tekst afkomen, ja? Ja, ik ga nou omhoog proberen. Ik ga nou proberen... Sink rate, hou je smoel, man. Sink rate. Kijk, ik ga nu omhoog. Gear naar beneden doen. De toren heeft mij al gezien. Kijk, dit is de camera van de toren. Ik kan me nu zien. Ik zie alleen de landingsbaan niet zo goed. Oh, ik moet die roze lijn gaan volgen. Ik ben die roze lijn niet meer aan het volgen, hoor.
Niet? Ik ben nou op het eerste beste luchthaven die ik tegenkom bij Katmandu. Als het goed is kun je mij zien toch, van een afstand. Eens kijken. Als je de rode tekst ziet. Ja, ik ben al een beetje ver van je af. Dus ik zie je niet meer. Ook die rode tekst niet? Nee. Oké, ik ga proberen of ik hier kan landen. Dus de toren heeft mij wel goed in zicht. Oké, ik ga hem weer op automatisch piloot zetten. Ja, heb ik gedaan, oké. Wat moest ik nou hoger zetten? De iMac, de speed. Is dat waarschijnlijk nou op 220 of zo? Ja, hoe hoog moet die? Dat moet je zelf weten. Ik kan hem op 220 staan, bij mij ging het prima. Ja, op 220 of 222? Ja, 220. Oh. 220. Vandaar die uitneersel. Je had er al helemaal 22 staan. Ja. Ah. Ja, dat zei jij. Jij zei 220. Ja, 220. 220 is dat ook. Oh. Oh-oh. Oh-oh. Nou, ik heb hem ook op 22 gezet. Zo. Nou, daar gaan we weer. Overspeed. Nee, goh. Sync rate. Pull up. Ik heb hem weer op automatische piloot gezet. Pull. Dan ga ik hem op speed weer. Dit wordt echt een harde landing dit hoor. Oh, hier heb je twee landingsbanen naast elkaar, dat is wel nice. Oh. Sync rate. Nice. Up. Pull up. Oh, oh god, nee hè. Gaat mijn neus komt weer, goed. Nee. Komt goed. Oké, misschien komt het niet helemaal goed, wacht even. Ik zit nu vol in de landing. Een hele harde landing denk ik. Oh, ik moet wel even gaan landen nu. The fuck, waar vlieg ik helemaal wanneer naartoe? Hij volgt dat roze stippenlijn. Boys. Oh ja, volgens mij zie ik dat airport. Schiphol. Boys. Ja. Stoppen. Ik zie Schiphol. Oh, de speed staat er wel, vandaar dat ik die remt. Remmen, krenk, remmen. De remmen werken nog niet. Ik zie Amsterdam. Denk ik. Ik vond het al vreemd dat hij niet afremde. Maar... Oké, ik schiet nu officieel het gas in. Hij remt ook niet. Wat is het? Staat er nog iets aan? Break zou ik doen. Ja, ik trap volop te hebben. Die zijn helemaal doorgebrand onderaan, denk ik. Maar goed. Even kijken hoe ver het is. Nou, we zijn nog binnen de lampjes. We hebben het gered. Iedereen heeft het overleefd. Hey. Voor mij vlieg ik naar boven de Belmer. Netjes, netjes. Ik zie wel de snelweg. Dan moet je snel weg. Ik zie een paar flatgebouwen, ja, ik denk dat het de Belmer is. Ja, de Belmerramp. Waar vlieg ik gewoon niet helemaal naartoe, man? What the fuck? Oh, hij gaat nou een beetje draaien. Ja, voor mij zie ik het Schiphol voor me liggen. Dus ik even inzoom. Ja, ik zie de arena. Ja. Oh, dan vlieg ik nou boven Apeldoorn, denk ik. Breukelen. Oh, of Utrecht. Ja, dat het eerder Utrecht is. Nog. Nee, joh. Nou. Ik denk het wel. Ik vlieg zometeen boven de bomen, dat weet ik wel. Ja, ik vlieg nog boven Utrecht. Ik denk dat ik voor was richting Amsterdam. Volg je nog steeds die paarse lijn? Ik heb hem weer op automatische piloot gezet. Ja, maar je vliegt wel op die paarse lijn, toch? Ja, ja, op die stippenlijn. Nee, die stippenlijn is je heading, hè? Je moet die ononderbroken lijn moet je volgen, die paarse, die dikke lijn. Oh, maar die volgt hij niet. Die moet je volgen, anders kom je niet bij ons naar.
Kut, ik ga er voorbij inderdaad. Fuck. Ah, geef alles maar rechtdoor aan, hallo. Hoe moet ik dat? Hoe moet ik dat ook alweer weg, die roze lijn ook alweer bij die andere brengen? Kut. Doei Amsterdam. Doei. Is daar niet Schiphol? Ja, ik zie Schiphol. Zo, automatische plus hebben we aan. Ik zie KLM, ja. Kut, vliegt er voorbij. Fuck. Of gaat hij dan zo automatisch draaien? Dat kan ook. Nee, hij doet niks als jij niks inboet. Oh, echt? En wat, die roze lijn, hoe moet die dan gaan verzetten, die stippenlijn dan? Om het te draaien aan de heading. Dus moet nog steeds op 326, toch? Welke? Henning, waar staat hij op? 336. Ja, als je daar aan draait, dan zou die stiplijn die beweegt dan mee. Draai er maar. Oh, ja. Je moet die stippellijn richting die paarse lijn pushen. Zodat die zo loopt als... Ja, je gaat nu draaien inderdaad. Gadverdamme ziet die lelijke arena. Zo jammer weer dit. Echt zo jammer weer. Zie je mij vliegen of niet? En dat kan vanaf hier het automatische piloot afhalen, want voor mij zie ik daar de landingsbaan. Of ik moet behalen om te gaan landen daar zo, maar... Ja, volgens mij is dat daar de landingsbaan. Oh kut, dit gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal mis. Ja, maar ik kan weer niet zien. Gewoon van automatisch bloot afhalen, fuck it. Ja, ja, fuck jou. Oké. Bandjesstraat. Ja, ik zie de landingsbaan. Zo. Gaan we een beetje recht doen. Oké, ik ga dan zo te zien Londen bij Haarlem. Oh, kut. Ja, oké, goed. Zorg dat je alles uit hebt staan, ook je speed, hè, want anders remt hij niet af. Nou ja, goed als je dat zegt, ja. Speed uit, heading uit en CMDA uit. Dus, wat zink, weet je? Man, je komt bij Schiphol aan, hoe kan je dat zinken? Ja. Oké, ik ga nu zo ongeveer een beetje landen. Hup. Godverdomme. Ja, ik kan wel snel weer. Nou. Dit uit. Oké, stop. Hoi. Oh, die remmen werken weer niet, hè. Aan de hand.
En ik moet even zoeken waar jij bent. Ik kom richting Amsterdam geloof ik. Oh, je vliegt nog naar Amsterdam? Ja. Oh, ik ben er al. We vliegen een beetje op. Ja, ik had een tussenstop. Oh, je had een tussenstop. Zo, die groene lijntjes moet ik gaan volgen, hè? Die groene lampjes. Ja, dat is het, die groene lampen die wijken zeg maar af van de landingsbaan. Die, ja, die richting, die sturen jou richting de taxi. Ja, ik zie jou denk ik. Boeing 737-800 en 737 nog wat. Ja, ik zie jou. Ja, de Cayman's Community, ja. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ja, ja, hij komt. Hij komt eraan. Even de world en dan de mappen bijpakken, want ik moet eventjes kijken. Kut. Tje. Even inzoomen. Ik wil even kijken hoe ongeveer die kutje baan eruit ziet. Oké. Pakken we ILS. Hoger vliegen. Oh, dit is hier de landingsbaan. Dat is niet goed, hè? Nee. Ik vlieg wel naar het gebouw van KLM, joh. Vliegen of rijden? Ja, rijden. Ik zou niet binnen vliegen. Nou, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik gebeur er ook eens een keer wat op Schiphol. Dat is zeker waar. Maar ben jij nog in de lucht? Ja. Zo, en ik sta stil. Ik moet even een klein bochtje maken zodat ik goed uitkom op de runway. Dat ik de frituurpannen er zo even lekker aan gooien. Dat moet te doen! Kijk of er nog wat snacks ligt. Ga je wel mijn landing missen denk ik als je dat gaat doen. Maar dat maakt niet uit. Zou je net zien, ligt er geen snacks. Oké, ik moet eventjes mijn snacks. Oh jawel.
zeker wel. Hoeveel frikadellen zitten er nog in? Drie. Ook maar doen. Drie. Die zijn ze bij deze, alle drie van mij. Klap je ook nog een beetje. Oh ja. Oh, oh, oké, okay. Automatisch bloot. Alles uit, alles uit. Automatisch bloot. Alles uit. Ik zag. Twee beren. Dat is oud. Hoe dan? Oh ja, dat was een wonder. Het was een wonder, een wonder. Dat ik dadelijk niet meer stort. Ja, wat moet ik nou hebben? Afpissen. Wat je ook vindt is als je moet pissen. Maar... ik let ook af, want wij gaan nu zelf gas geven. Camera goed zetten. Ja, komt goed. Ik had er ook voor kunnen kiezen om op de ILS naar beneden te gaan. Maar dan gaan we... oh kut, mijn vliegtuig rijdt weg. Oh ja, ik moet wel de handrem erop zetten, anders is die weg. Ja, maar die heb ik erop gezet. Oh, ik kom eraan. Ah, hij staat binnen in het gebouw van KLM. Ik kom eraan. Ik weet niet waar je vliegt. Kun je zien, hè, rode tekst. Kan ik op je naam klikken? Buiten je vliegtuig kijken. View, multiplayer. Oh, wat. Ik kan toch... wat? Ik zie niks. Bij jou. Sink rate. Sorry. Hou je smoel bij je sink rate. Sink rate. Ik hoor wel een vliegtuig ergens. Maar waar? Joost mag het weten. Sink rate. Sink rate. Oh, daar. Ik zie je. Ik ga het nu ongeveer landen. Ja, bijna. En je bent geland. Nee, ik zit binnen het. Ik zie je. Lekkere landing ook hoor. Ik zag het. Ik sta in het KLM gebouw. Rechts van je. Ah, lekker man. Wat zei je? Lekker man. Gewoon een broodje frikadel ook zo eten. Lekker man. Oké, okay, ik kom wel even naar buiten, ja? Ja, is goed. Ta 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 ta. Ta ta ta. Hai. Hai. Oh, toplanding. Zo. Bent tevreden? Dat is mooi.